Hallo hardlopers van Running Holland. Vandaag huiswerk filmpje nummer 5. Een duurloop. Vorige keer was een groepstraining, vandaag een duurloop. En de volgende is dus een andersoortige training, de extra training. Ik raad je aan om een keer een ander park uit te kiezen. Ofwel in jouw eigen park te blijven, maar op trailpaadjes te gaan rennen. Op zogenaamde crosspaadjes. Die crosspaadjes die zijn heerlijk, die zijn mooi, die zijn rustgevender. Je pakt namelijk dan de rustige delen van het park mee. En dat is lekker rustig, maar het is ook gewoon een hele leuke variatie. Daarnaast is het een goede variatie. Ja, je loopt namelijk op andersoortige paden, dus daarom ga je ook iets anders lopen. Het is goed voor je kracht, het is ook goed voor je techniek. Ja, ik doe vandaag mijn training in het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. En daar heb je ook heel veel variatie qua soorten paadjes. Houtstippenpaden en ook gewoon normale crosspaadjes of trailpaadjes. Ook in het Vondelpark of in het Amsterdamse Bos zijn heel veel van dat soort paadjes. Alleen je moet ze even opzoeken. Je moet even op zoek gaan. Bijvoorbeeld in het Vondelpark aan de binnenkant langs het water. Heb je heel veel van dat soort paadjes. En als het niet zo'n paadje is, kan je ook gewoon over het gras heen rennen. Die afwisseling maakt het dus leuk. Voor het trailen of het nemen van crosspaadjes heb je een iets andere techniek nodig dan wanneer je normaal loopt. Normale paadjes. Ik vind het neiging om aangespannen te gaan lopen. Dus check regelmatig je ontspanning. Zijn je schouders laag, zijn je handen los en kun je lekker met je hoofd links en rechts bewegen. Je plaatst je been actief naar beneden en het liefst ook een beetje naar achter. Op die manier zijn je spieren aangespannen en zal je ook minder snel zwikken. Dus als je passief neerkomt, zal je eerder zwikken. Nou, dan het programma voor de verschillende niveaugroepen. Een vervolgbeginnersgroep, 20 minuten, 2 sterren, 40 minuten, 3 sterren, 4 sterren en 5 sterren. 80 minuten. Dat is dus iets korter dan de afgelopen week tijdens het duurloop. Dat doe ik met opzet. Omdat die paadjes iets belastender zijn, iets moeilijker zijn, iets zwaarder zijn, is het duurloop iets korter. Binnen dit soort paadjes gewend, dan kan je de volledige lengte van de duurloop op dit soort paadjes doen. Binnen dit soort paadjes niet gewend, moet je het opbouwen. Dus dan doe je de helft van de tijd, bijvoorbeeld voor de 3 sterrenlopers, 40 minuten op normale paden en 40 minuten op trailpaadjes of zogenaamde crosspaadjes. Nou, hoe snel gaat zo'n langzame duurloop zo ongeveer? Die gaat ongeveer 45 seconden langzamer dan wanneer je een 10 kilometer wedstrijd zou doen. Dus 45 seconden langzamer per kilometer. Nou, het voelt gewoon als heel rustig. Je kunt continu kletsen. Je haalt de kick dus niet uit de snelheid, maar je haalt de kick uit de lengte van de duurloop. Aan het einde geeft het heel veel voldoening als je hem hebt volgemaakt. Nou, geniet van deze training. Ze zijn heerlijk. Ze zijn iets mooier dan anders, omdat je dus op andere plekken komt. En zijn ook wat rustgevender. Geniet ervan.